Oké, goed. Dan denk ik dat we toe zijn aan hetgeen waar we eigenlijk voor gekomen zijn. En dat is een beetje de voorstelling van de dames. Ik ga ze heel even tot bij mij halen. Ik zal hun naam vernoemen en voor de rest is het aan hun. Maak jullie klaar en geef al een warm applausje voor de persvoorstelling van de kandidaten van Mrs. Universe Belgium 2020. En diegene die de spits mag afbijten, dat is Kim van der Schalen. Goedenavond iedereen, ik ben Kim van der Schalen, ik ben 24 jaar, ik heb een kindje van een jaar en een half, genaamd Fiano. Ik doe mee aan Miss Universe omdat ik de nieuwe ervaring wil meedoen en dat is eigenlijk. Oké, dankjewel Monique. Zo, volgende in de rij, onze tweede finaliste voor Mrs. Universe Belgium 2020 is Dorrie. Hallo allemaal, ik ben Dorrie van Dijk. Ik kom uit Balen. Ik ben 28 jaar en ik ben mama van een dochtertje van 5, namelijk Nora. Ik doe mee met de misverkiezing om meer zelfvertrouwen te krijgen, om ook nieuwe mensen te leren kennen, maar zeker ook om terug buiten mijn comfortzone te kunnen treden. Dankjewel allemaal voor jullie aandacht. De derde juffrouw die wij aan jullie mogen voorstellen is Anneke. Goedenavond dames en heren, ik ben Schildermans, ik ben 31, ik ben gewoonachtig in Balen. De reden waarom ik meedoe aan Miss Universe is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Maar als gevolg, ik ben een slechte verliezer, dus hier staan we dan. Ik wil ook nog heel graag Lily en Ronnie bedanken van Dress to Impress dat wij ons hier mogen komen voorstellen aan iedereen. Dus fijne avond. Dankjewel Anneke. Zo, en dan zijn we al meteen toegekomen aan kandidaat nummer 4 en dat is Gwendoline. Goedenavond iedereen, mijn naam is Gwendoline Beuzig en ik ben 35 jaar. Samen met mijn tweejarige dochter Erinea woon ik in het Eerdorpje Boekaarde. In het dagelijks leven ben ik een verkeersleider bij de Belgische spoorwegen. Ik ga daar niet verder op uitweiden. Maar ik probeer wel de veiligheid en de stiptheid voor elke reiziger te garanderen. Daarnaast ben ik ook fotograaf als in bijberoep. En daar werk ik ook een klein beetje als vrijwilliger bij Over de Wolken. Daar proberen we eigenlijk de mooiste herinneringen aan de ouders te geven die spijtig genoeg hun kindje hebben moeten afgeven. Waarom ik aan Miss Universe deelneem, is eigenlijk gewoon om twee redenen. Eén, ik zou heel graag mijn zelfvertrouwen een beetje van boost geven. En omdat ik eigenlijk heel veel nieuwe mensen wil leren kennen. Wie er eigenlijk gaat winnen, dat weet ik niet, maar ik stel wel voor dat we met z'n allen op 23 november het gaan uitzoeken in het Oude Motel te Grobbendonk. Dankjewel voor jullie aandacht. En we zijn dan ook meteen over de helft. Onze kandidaat nummer 5, want daar zijn we aan toegekomen, is iemand die bijna een thuismatch speelt, denk ik. Lana. Hallo, hartelijk welkom iedereen. Mijn naam is Lana Draven, ik ben 21 jaar en ik woon in Malmö. Ik heb vroeger dierenzorg gestudeerd op school, maar hier kan ik door gezondheidsproblemen spijtig genoeg niet mijn werk van maken. Ondertussen heb ik wel een andere leuke job gevonden. Maar waarom doe ik hier eigenlijk mee? Wel, om mijn zelfvertrouwen een hele boost te geven en om te laten zien van als je iets wilt en je werkt er ook voor, dat je het ook kan bereiken. Dank jullie wel en nog een fijne avond. Dankjewel, Lana. Zo, en als het applaus voor Lana een beetje is gaan liggen, dan gaan we applaus vragen voor onze kandidaat nummer 6. En dat is Latoya. Goedenavond iedereen. Ik ben Latoya. Ik ben 27 jaar en afkomstig uit Mol. Ik ben mama van een 3-jarig jongetje genaamd Angelo. En mijn favoriete bezigheid is opknuffelen met hem. De reden waarom ik meedoe met Miss Universe is omdat ik graag veel meer zelfvertrouwen zal willen krijgen, maar ook wil laten zien dat vollere vrouwen even mooi zijn. Dank jullie wel.
En dan gaan we over naar kandidaat nummer 7. En dan moeten we al een paar kilometers verder rijden, denk ik. Dan komen we terecht bij Caroline. Goedenavond allemaal, ik ben Caroline, ik ben 23 jaar en ik doe mee aan deze verkiezing om mezelf vertrouwen een boost te geven en om heel het avontuur mee te maken. Dank u wel. Dank u wel, Caroline. Dat was meteen kandidaat nummer 7. We hebben er nog 2 te gaan. Dat betekent dat we toegekomen zijn aan kandidaat nummer 8 en dat is Ashley. En welkom, ik ben Ashley Hendricks, ik ben 27 jaar en ik woon samen met mijn vriendin in Brecht. Daarom ben ik super blij met het goed doel dit jaar. Wij gaan het Regenbooghuis in Hasselt steunen. Dat is een aanspreekpunt voor transgenders en horibies. En ik kan het met heel mijn hart steunen. Dank jullie wel. Dank je wel, Ashley. Zo, en dan zijn we toegekomen aan onze 9e en meteen ook laatste finalisten voor de Mrs. Universe Belgium 2020. Zij die het langst heeft moeten wachten daar vanachter en het langst haar zenuwen heeft moeten beheersen, dat is onze laatste finaliste, Nympha. Goedenavond iedereen, ik ben Nympha Bogaert, ik ben 24 jaar jong, ik woon in Melstede. Mijn hobby's zijn paardrijden en fitnessen. Ik doe vooral mee aan deze verkiezing om mijn eigen te ontdekken op een andere manier en omdat ik enorm van dit avontuur hou. Dankjewel en nog een fijne avond. Dankjewel. Ik ben niet zo. 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 Ik ben niet z